Beton en ijzerwerk steekt uit de grond op de plek waar tijdens de Floriade een 170 meter lange kas komt te staan. Hij wordt dan gebruikt als ontvangstruimte, er zijn planten te zien en ook komt er een restaurant. Maar de vergunning om te beginnen met de bouw is nog niet goedgekeurd door de gemeente. Als we de Floriade vragen waarom ze niet netjes wachten op die goedkeuring, dan is het antwoord: wij zien dit als voorbereidende werkzaamheden om de grond bouwrijp te maken. Het verdere werk aan de kas ligt inmiddels wel stil in afwachting van de vergunning. Maar als je hier staat en die fundering ziet, ja, dan kan je toch weinig anders dan de conclusie trekken dat er meer gedaan is dan alleen de boel bouwrijp maken. Er staat echt daadwerkelijk al een fundering. En ook de directeur van het bouwbedrijf laat dat weten. Als we hem spreken, dan geeft hij aan: de fundering ligt er retenstrak in. Het is niet de eerste keer dat er bij de Floriade niet wordt gewacht op alle vergunningen voordat er aan de slag wordt gegaan. Bekendste voorbeeld is de kabelbaan. En in 2018 moest een eerdere kas, een veel kleiner exemplaar van de Urban Greeners, worden afgebroken omdat, jawel, de vergunningen niet op orde waren. Bij een illegaal bouwwerk is het aan een gemeente om daartegen op te treden, bijvoorbeeld te handhaven. In dit geval dus de gemeente Almere, die er ook alles aan gelegen is om die Floriade een succes te maken. De gebouwen moeten op tijd af zijn daarvoor. De gemeente zegt, als we ze vragen om een reactie: ook wij gingen ervan uit, dat wat hier gebeurt voorbereidende werkzaamheden zijn. Maar als we ze confronteren met het feit dat er toch echt al een fundering ligt, is de boodschap: we sturen volgende week handhavers langs om hier ter plekke te gaan kijken. Ook wordt gezegd, de vergunning die zit er waarschijnlijk snel aan te komen, op zijn vroegst komende week al. Dan kan de bouw dus door, maar de vraag waarom niet ook voor de fundering daarop is gewacht, blijft staan. En de kas is niet het laatste bouwwerk waar een vergunning voor nodig is, terwijl de tijd steeds meer begint te dringen. Over 8 maanden, 14 april, dan begint de Wereldtuinbouwtentoonstelling namelijk.